dinsdag 19 mei opende wethouder Paul de Rook de nieuwe tafelbrug over het Hoornse Diep. Dat was een belangrijke stap in het project HOV als West. Een snelle verbinding tussen de stad, de regio en de PNR bij Hoogkerk. Je ziet hier op de achtergrond een tafelbrug, die gaat de lucht in en die heb ik net geopend. En dat is eigenlijk de tussenstap in het project van onze nieuwe HOV-as, die vanuit bijvoorbeeld Rode en Leek doorgaat naar het hoofdstation. En met deze nieuwe verbinding kunnen ze sneller op het hoofdstation komen. Dat is voor de doorstroming goed van de bussen, minder overlast voor omwonenden en meer comfort voor de reiziger. Dus hartstikke goed. Een stukje verderop wordt hard gewerkt aan een tijdelijke brug over de Paatswoldseweg. Die moet al aan het einde van deze maand klaar zijn, zodat vanaf 1 mei dagelijks zo'n 550 bussen gebruik kunnen maken van de nieuwe busbaan. Ja, precies. Over 2 weken dan wordt daar een brug ingelegd, waardoor de bussen niet meer het hoekje om hoeven op de Paatswoldseweg, maar er overheen kunnen rijden. Er komen ze geen andere auto's meer tegen, dus dat is ook winst, zeker voor die reizigers. En dat doen we tijdelijk totdat de tunnel onder de Paatswoldseweg, of van de Paatswoldseweg eigenlijk, onder het spoor door, dat die klaar is. En dat duurt nog een paar jaar, dus in die tijdelijkheid hebben we even een brug, maar daardoor kunnen de bussen in ieder geval snel naar het hoofdstation komen. Uiteindelijk is het in 2020 de bedoeling dat de busbaan helemaal wordt doorgetrokken naar de zuidkant van het hoofdstation. Hoe dat er precies uit komt te zien is nog niet zeker. We zijn in het project de Groningen Spoorzone, de verbouwing van het hoofdstation in Groningen, werken we aan het aanleggen van een bustunnel. Zodat die bussen die aan de zuidkant van het station aankomen, dat die via die tunnel naar de noordkant kunnen gaan. En dan kunnen ze dan verder rijden naar bijvoorbeeld de binnenstad. En hoeven ze niet meer over het Emma-viaduct, dus ook niet meer langs huizen, minder om te rijden. Dus ook dat is winst ook voor de reiziger.